Dit is het verkeersjournaal voor de regio Haaglanden van dinsdag 4 maart. Al een paar weken zijn ze bezig met de herinrichting van de kruising van de Van Boetselaarlaan en de Willende Zwijgerlaan in Den Haag. Door de kruising opnieuw in te richten zal deze straks overzichtelijker worden. Ook worden de tramhaltes aangepast voor de nieuwe trams die in de toekomst door Den Haag gaan rijden. En tijdens de werkzaamheden zal de Van Boetselaarlaan in fases worden afgesloten voor het verkeer. En verkeer kan dan omrijden via de Houtrustweg en hier de Westduinweg. Tram 11 blijft wel gewoon rijden. De werkzaamheden zullen in het voorjaar klaar zijn. Op de N466 in het Westland wordt morgen op het fietspad gewerkt. Ter hoogte van de Zwetlaan worden op het fietspad een aantal metingen uitgevoerd. En dit deel van het fietspad is dan afgezet. Fietsers in de richting van Quinshul kunnen langs de afzetting fietsen. En dat kan dan via de andere kant van het fietspad. Eind van de dag moeten de metingen klaar zijn. In Honselersdijk worden verschillende kabels en leidingen gelegd. De Molelaan is vanaf morgen helemaal afgesloten voor het verkeer. En aansluitend is ook een halve rijbaan op de Pijnakker-Hoordijklaan afgezet. Fietsers en auto's kunnen omrijden via het Moddermanplein, de Van de Goestraat en de Pijnakker-Hoordijklaan. En vrachtverkeer kan omrijden via de Middelbroekweg, de Vogelaar, de Van Okkenburglaan en dan het Poeldijkse pad. Eind van de week dan moeten de werkzaamheden afgerond zijn. Wil je meer informatie of meedoen aan de prijsvraag Ratenstraat, kijk dan op onze website. En dat is omroepwest.nl Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag!